Mijn naam is Dave Raamakers en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. In de vorige video hebben jullie kunnen zien hoe dat we van ons Photoshop document 3 losse afbeeldingen hebben gemaakt. En nu gaan we in deze aflevering beginnen met het programmeren in HTML5. Nou, om het programmeren een beetje duidelijk te maken neem ik altijd een vergelijking met een huis. Voordat je een huis gaat bouwen zul je als eerst een stuk grond moeten hebben. Oftewel in ons geval een pagina waarin we kunnen coderen. Vervolgens zou je een kuiling graven. Daar komt beton in te staan en betonijzer en daarop ga je de muren van het huis bouwen. En zo bouw je langzaam een huis op. Bij programmeren is het eigenlijk ook. Je begint met de lege pagina, dan ga je de fundering leggen en daarop ga je de verschillende muren zetten en als laatste komt pas de inrichting. We gaan dus beginnen met het aanmaken van onze fundering. Ik heb daarvoor alvast mijn Notepad++ opgestart. En wil je nu zelf weten hoe je Notepad++ kunt downloaden of hoe het werkt, kijk dan hier onderaan in de videobeschrijving voor een linkje naar een vorige video van mij, waarin ik jullie een korte uitleg geef in Notepad++. En ga ik als eerste aangeven dat we gaan programmeren in HTML. Dit doe ik door op de Alt-toets van mijn toetsenbord te drukken. En vervolgens zie je dit menu tevoorschijn komen. Dan klik je vervolgens op syntax. Dan ga je naar HTML. En klik je op HTML. Nu weet Notepad++ dat de code die wij gaan maken, gemaakt zal worden in HTML. Dan gaan we het ook nog aan de webbrowser doorgeven. En dat gaan we doen door een zogeheten doctype te plaatsen. Oftewel, wat voor soort document wordt dit? Dit kun je doen door kleiner dan, uitroepteken, doctype en volgens de taal waar we in gaan programmeren, HTML. En vervolgens sluiten we hem ook af. Vervolgens geven we achter het kleiner dan teken een enter en gaan we door naar de tweede regel toe. Dan typen we kleiner dan, HTML, groter dan. Op dit moment zie je ook dat hij de kleur gaat veranderen, want vanaf hier gaan we programmeren. Ga ik een aantal regels naar beneden staan en sluit ik hem ook weer af. Dat doe ik met kleiner dan, slash, HTML, groter dan. Dit noemen we een open tag. Oftewel, je opent hem en je sluit hem ergens anders een stukje verderop weer af. Als we het even gaan vergelijken met ons huis. We hebben nu dus een kavel gemaakt waar we op gaan bouwen. En dan gaan we vervolgens nu de fundering aanleggen. Daarvoor geef ik een tapje. Dan een kleiner dan teken. Typ ik het. En doen we groter dan. Ook deze gaan we weer afsluiten. Dus geef een aantal regels. En doen we kleiner dan. Slash het groter dan. Ik heb nu ook de het afgesloten. En je ziet ook wel. Wanneer je iets opent. Sluit je hem ook af. Maar hetgene wat je als eerst opent. Sluit je dus ook als laatste af. Dit is erg belangrijk. Want wanneer ik hier bijvoorbeeld de HTML zou afsluiten. Zal de webbrowser niet helemaal weten wat wij willen gaan doen. Vervolgens kunnen we hier binnen de head gaan staan en gaan we nog een aantal eigenschappen opgeven. We gaan als eerste dus een titel aanmaken. Kleiner dan. Title. En vervolgens geven we hier een grote dan weer aan. Dan komt hier de titelnaam in staan. Bijvoorbeeld, dit is een test. En vervolgens doen we kleiner dan. Slash. Title. En we sluiten weer af met een grote dan. Op dit moment hebben we dus een titel gezet in de pagina, die straks bij je webbrowser hier helemaal bovenaan komt te staan, waar in mijn geval een Notepad++ staat. En vervolgens moeten we ook een metatag gaan aangeven. En dit is een standaard metatag die je eigenlijk altijd gebruikt wanneer je in HTML gaat programmeren. En deze geeft eigenlijk aan dat de charset, oftewel de codeerstijl, in HTML is. Vervolgens sluiten we hem af en gaan we naar de volgende regel staan. Dat doen we kleiner dan. Body, groter dan. En ook deze sluiten we af met kleiner dan, slash body, groter dan. Nou, als eerste hebben we een doctype aangemaakt en deze doctype gaf aan dat wij in HTML willen gaan programmeren. Vervolgens gaan we ook echt programmeren in HTML en gaan we eerst met een technisch deel beginnen en daarna komt de body. Ga je het vergelijken met het huis, zal dit de fundering van het huis zijn? Dus hetgeen wat onder de grond ligt. En dit is het gedeelte wat op de fundering wordt geplaatst. De muren, de deuren, de raamkozijnen enzovoorts. Dus dit gedeelte wat we hier binnen schrijven, zal ook echt op de website komen te staan. Als je gaat programmeren in HTML, maak je gebruik van verschillende tags. We hadden net al de open tag gezien. Je opent hem dus en je sluit hem ergens anders weer af. Maar je hebt ook zogeheten gesloten tags. Die open je en die sluit je op dezelfde regel weer af.
dan is er bijvoorbeeld hier deze meta-tag. Ik open hem en ik sluit hem vervolgens op dezelfde regel af. Nou, ik mag dit zo doen, maar meestal wordt er een slash erbij gezet. Dus je opent hem en je sluit hem weer op dezelfde regel af. Nou, de titeltag, dat is een open tag, je ziet het duidelijk. Je opent hem en je sluit hem ook weer af. Maar je zou deze dus ook mogen afsluiten op bijvoorbeeld deze manier. Dit mag ook. De titel zal nog steeds werken. We gaan hem weer even terugzetten. Nou, je kunt hier in het technisch gedeelte nog meer dingen zetten. Bijvoorbeeld zoals een description tag, waarin je een korte omschrijving geeft van je website. Maar daar komen we op een latere video op terug. En dan gaan we de pagina opslaan. Ik klik vervolgens op opslaan. En vervolgens gaat hij vragen waar ik wil opslaan. Ik kies even voor bureaublad. En vervolgens ga ik hem hier een naam geven. Ik geef even test. En vervolgens zie je onderaan staan Hypertext Markup Language, oftewel HTML. De H staat voor hyper, de T voor text, de M voor make-up en vervolgens de L van language. We mogen op opslaan klikken, maar je mag ook zelf hier achter typen .html. Mag wat je zelf wil. We klikken op opslaan. We kunnen vervolgens op de alt-toets weer gaan klikken. En dan gaan we naar uitvoeren. En vervolgens kun je hier klikken launch in Firefox, launch in Internet Explorer of Chrome. Nou, ik gebruik altijd Chrome. Dus ik klik hier op Chrome. En wanneer dat de webbrowser is opgestart, zie je hier bovenaan komen te staan in het tabblad, dit is een test. Alleen op de webpagina zelf, daar zien we nog geen gegevens. We gaan zo weer terug naar onze Notepad++. En wanneer we hier in de body gaan typen, zul je zien dat deze gegevens wel op de website staan. En we gaan even zetten, hoi. We klikken op opslaan. En vervolgens gaan we naar onze webbrowser toe. En als ik op F5 klik, of op vernieuwen, zul je zien dat die komt te staan, hoi. Vond je deze video leuk? Vergeet je dan zeker niet even te abonneren op dit kanaal en je blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug in mijn gloednieuwe video, waarin ik jullie laat zien hoe dat je de webpagina zelf verder kunt gaan opmaken. Dus ik zou zeggen, kijk zeker volgende week naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Tot volgende week. Wanneer je met je muis op dit icoontje klikt en je muis ingedrukt houdt, krijg je dit scherm te zien. In het scherm kiezen we voor segmenten.